Hey jongens, ik word over een paar dagen 24. En ja, mijn ouders zijn gescheiden, wat al betekent dat ik 2 keer 4. Ik ga ook nog wat vrienden vieren en ik ga ook nog wat leuks doen. Dus ik heb eigenlijk een soort van 4 dagen verjaardag en ik ga jullie meenemen. En vandaag vier ik het dus met mijn vader en mijn familie. Dit is dus wat ik aan heb. Mijn outfit voor dag 1, soort van. Dit jurkje is van Lovies. En dan heb ik deze leuke cowboylaarzen aan. En ik heb mijn haar gewafeld met die mermaid hair tool. En ja, ik ga nu even slingers ophangen. Taart halen en dan. Ja jongens, ik wil net inkomen gaan voor een feestje, want ik ga door een feestje vieren met vrienden. Yay! Goedemorgen. Het is vandaag echt mijn verjaardag. Yay! Ik ben vandaag 24 geworden. Zoals jullie kunnen zien heb ik net hard gelopen. Dit is mijn sportoutfit. En ik ga zo meteen naar Utrecht met mijn moeder en mijn zusje om heel de dag lekker te winkelen en gewoon een gezellig dagje te hebben. En ik ga natuurlijk zoveel mogelijk gratis producten halen. Want op je verjaardag kan je best wel veel dingen gratis dingen halen. Zoals bij McDonald's, bij de Hema. Die kent de meeste mensen waarschijnlijk wel. Maar ook bij Dunkin' Donuts bijvoorbeeld. Dus ja. Ik doe trouwens vandaag dit jurkje aan van Lovies. Ik hoop dat jullie hem goed kunnen zien. Ik vind hem echt heel leuk. Ik heb hem nog best wel nieuw, maar dat printje is echt heel schattig. En deze ketting heb ik dus van het weekend al van mijn verjaardag gehad. Ik doe aan het einde van deze video wel een hele haul met allemaal cadeautjes. Hey jongens, ik ben nu in Utrecht met mijn zusje en mijn moeder. Hallo! En we zijn nu bij de Dunkin' Donuts. Want je kan dus een gratis donuts halen op je verjaardag. Het was echt een hele leuke dag in Utrecht. En we zitten nu in de auto en we gaan nu lekker sushi halen voor avondeten. Heel lekker. Einde van de dag. Ik ben nu in Den Haag op het terrasje met Joris. Ik vind het heel leuk. Ja. Ik ben Ayomi en Malika. Hey allemaal. Vandaag vier ik mijn feestje met vrienden. En ik ga in de tuin een soort paint en sip middag houden. Dus we gaan verven en lekkere hapjes. En we zijn nu bezig met de voorbereidingen. Kijk, ik ben alvast de snackjes en alles aan neerzetten. En Joris is daarachter helemaal bezig met de tuin. Mensen zeggen dat de Mac niet zo is, maar lekker hè? En? Dit smaakt lekker. Ik heb echt een onwijs leuke verjaardag gehad. En ik heb ook echt mega, mega veel leuke cadeautjes gehad van familie en vrienden. Dus ik dacht ik wil even een kleine haul met wat dingetjes die ik heb gekregen. Ik heb als eerste dus een hele leuke bikini uit mogen zoeken. Hij is van de Sting en hij heeft een heel leuk roestkleurtje. Ja, ik vind het echt helemaal geweldig. Dan heb ik echt mijn favoriete zonnebril gegeven van de Kruidvat. Deze heb ik echt al een paar jaar opnieuw gekocht. En nu dit jaar dus gekregen. En hij is echt top. Samen met Taki chips. Ik heb deze dus gewoon nog nooit geproefd. Ik heb ze echt al jaren voorbij zien komen. En ik wil zo graag een keer proeven. Dus dan heb ik zo'n Rituals autoluchtje gekregen. Een refill. Ik heb al een houdertje namelijk. En ik heb ook maskertjes gekregen voor mijn Foreo gezichtsapparaatje. Van mijn opa heb ik deze mooie ketting gehad. Wat ook heel leuk is, is dat ik 2 volle Starbucks kaarten heb gehad. Met een beker. Ik heb echt super veel lekkere dingen gehad. Zoals Gooise matrasjes. En ook nog andere lekkere gebakjes. En ook allemaal dingetjes om te doen. Ik ga 2 keer een high tea doen. Echt heel veel zin in. En deze cute scrunchie. Van mijn vriend heb ik ook echt iets leuks gekregen. Ja, ik hou dus heel erg van suppen. Dat is dat je op zo'n opblaasbaar bord gaat paddelen op het water, zeg maar. Ja, ik vind het echt heel leuk. Vooral als het lekker weer is. Maar ik heb van mijn vriend dus nu een wetsuit gekregen. En dan kan ik het dus ook gaan doen als het iets minder warm is buiten. Want nu moet ik altijd wel echt wachten tot er weinig wind is en warm. En nu kan ik gewoon gaan suppen als er überhaupt weinig wind is. Dan hoeft het niet per se 25 graden of zo te zijn. Dus nou, vind ik echt, echt heel leuk bedacht. Want ik had helemaal niet om gevraagd of zo. Maar ik vind het echt leuk als mensen dan zelf met zo'n cool idee komen. Ja, en over origineel bedachte dingen gesproken. Ik heb van Ayomi en Malika ook echt iets heel leuks gehad. Namelijk een Ibiza starter kit. Wij gaan dus over 3 weken naar Ibiza. Echt mega veel zin in. En het zijn allemaal leuke goodies voor Ibiza. Maar ook echt iets heel leuks. En ik had het ook gewoon echt helemaal niet door. Want Ayomi appte mij dus van de week al van... Hey, wat formaat blouse draag jij van Lovies? En ik reageerde gewoon normaal. Want ik dacht dat ze zelf iets wilde kopen. En ze had ook helemaal mijn Pinterest gestald. En ze hebben dus dit super duper leuke setje voor mij besteld. Voor op Ibiza, maar ook gewoon voor normaal. Nou, ik vind het zo... lief. Ik vind het echt super leuk. Dus dat mensen het dan zeg maar zelf helemaal hebben uitgezocht van oh, dit gaat ze echt leuk vinden. Vind ik echt, echt heel lief.
En er zitten dus nog meer kleine goodies in. Maar deze ga ik by the way echt wel nodig hebben op Ibiza met het uitgaan. En een andere vriendin van mij die vroeg ook van wat wil je nou hebben? En toen zei ik nou dingetjes voor de zomer of zo. Nou zij heeft echt een fantastisch zomerpakketje samengesteld. Echt amazing. Überhaupt dit tasje. Hoe leuk is het tasje al? En er zitten allemaal leuke goodies in. Waaronder allemaal producten van de nieuwe Elf collectie. Nou vind ik echt amazing. Ik heb die lipgloss al uitgeprobeerd vandaag. Echt top. Maar wat ik ook echt heel leuk vind. En ik had het gewoon nog precies. Ik wilde het gewoon precies. En ik had het niet eens precies gevraagd, zeg maar. Dat is dus deze zonnebrand. Die is van Australian Gold. Die gebruik ik echt heel graag, want hij ruikt heel lekker. En voor in handbagage. Naar Ibiza vlieg ik namelijk handbagage. Dus dit is echt perfect. En een andere vriendin van mij, die heeft echt een setje met dingetjes gemaakt. Dat ik denk, dit is gewoon precies allemaal wat ik leuk vind. Kijk, bijvoorbeeld bubble tea met taro. Ik hou er echt heel erg van. En hiermee kan ik het dus zelf gaan maken. Dus ik ben heel benieuwd. Maar bijvoorbeeld ook van Glossier. Ik weet niet of jullie dat merk kennen. Maar ik vind dat echt super cute. Daar dus een soort balsam van. Allemaal cute dingetjes. Ook een leuke schaaltje van blond. Nou, daar word je gewoon helemaal blij van. Hoe schattig is dit tasje? Hier zitten allemaal cadeautjes in van een vriendin van mij, Zara. Ze kijkt altijd trouwe vlogs. Dus hey. Oké, dit kaartje alleen al. Ze zei laatst al van, ik vind Harry Styles wel leuk. Maar ze heeft echt een super leuk kaartje van Harry Styles. Have a Harry birthday. Echt heel cute. En gewoon allemaal leuke dingetjes. Zoals Korean skincare. En lekker snoepjes. En een leuke foto. Nou, dat vind ik ook echt zo lief. Echt een super duper leuk pakketje. Ik heb dus ook het Vogue kleurboek gekregen. Ik wist niet eens dat dit bestond. Maar ik vind het echt heel leuk bedacht. En in het najaar ga ik ook echt 2 maanden lang op reis. Maar hoe leuk is dit om dan mee te nemen? En ja, dat waren eigenlijk al mijn cadeautjes. Ik ben er echt heel blij mee. En ik heb ook echt een mega leuke verjaardag gehad. Maar een mooi jaar mag worden. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.